We gaan nog even een gesprek hebben, een aantal thema's toch nog aanraken. Een aantal filmpjes waren intrigerend, interessant. Er was wat kritiek ook op het inbrengingsverhaal op dit moment. We hebben er 3 experten bij, mag ik zeggen. Ik begin met jou, Luna. Jij won de Ebbenhout. Laat me beginnen met te beginnen Lisbeth Homans te verontschuldigen omwille van ziekte. Dat moest ik even zeker vermelden, vroeg ze. Ze is er niet geraakt, maar we hebben Gilles van Brussel ter vervanging. Luna, jij won in 2018 de Ebbenhouten Spoor van Louis Ide. Omwille van jouw sociaal engagement, waarmee de N-VA verdienstelijke Vlamingen in de bloemetjes zet elk jaar. Je bent zelf een vluchteling gevlucht uit Irak. Vertel eens wat over je persoonlijk relaas. Hoe is dat gebeurd? Je was nog heel jong, je bent in een OCAN-klas terechtgekomen. Kan je daar iets meer van vertellen, Luna? Zeker. Staat dat aan? Ja. Ah ja, oké. Ik ben rond mijn 12e in België terechtgekomen in november 2001, samen met mijn mama. En later zijn mijn broers er ook bijgekomen. En dat is nog steeds zo, dan kom je als minderjarige terecht in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, waar je eigenlijk ganse dagen Nederlands leert. En naar het einde toe was er ook wat schoolse materie dat ook aan bod kwam. En 6 maanden later mocht ik eigenlijk starten aan mijn secundaire studies. En ik mocht nooit liegen van mama, maar toen mocht ik wel een witte leugen vertellen. Want ik heb eigenlijk mijn 6e lager nooit gedaan. Maar ik ben wel een jaar verloren met te vluchten en de OCAN-klas te doen. En toen mocht ik zeggen dat ik mijn 6e had afgerond. En dan ben ik begonnen in mijn secundaire studies aan het Sint-Guido-instituut, de school van Lukaku, in Brussel, in Anderlecht. Anderlecht, ja. waar dat ik natuurlijk ook bepaalde moeilijkheden of waardoor dat er dingen aan bod kwamen die typisch zijn voor iemand met mijn achtergrond. Ik ben ook maar 1 op de 1000 die een asielverhaal hebben meegemaakt. En dan kom je dingen tegen zoals... dan moesten we panda, wasco kopen en ja, dat konden we niet betalen. Dat was €5 per pakketje. En dan ging ik naar de Wibra. Dat was betaalbaarder, maar die trokken echt wel op niks. En dan leende ik van die wasco-krijtjes van mijn klasgenoten. En dat is absoluut niet om medelijden op te wekken of zo, maar dat geeft wel inzichten in die groep mensen en bepaalde moeilijkheden die ze op hun pad tegenkomen. En na mijn secundaire studies ben ik begonnen met studies biomedische, omdat ik niet geslaagd was voor het toelatingsexamen geneeskunde. Want bijna iedereen van het Oosten wil arts worden. Dat is ook heel typisch. En dan heb ik mijn biomedische studies aan de VUB afgerond. En ben ik aan het werk sinds 2015. Prachtig. Ja, dat is het. Zo hoort het, denk ik. Dus je hebt zelf geen inbrengingstraject gevolgd. Je bent naar een OCAN-klas gegaan. Heb je snel de taal kunnen leren? Was dat goed? Zat dat goed in elkaar? Hoe heb je dat ervaren? Eigenlijk wel, maar je zit natuurlijk... Het was trouwens mijn leukste studietijd ooit, want je bent heel klungelig als tiener. En je spreekt... We hadden geen gemeenschappelijke taal in het begin. Dus dat was gebarentaal. Ik herinner me nog mijn eerste dag. Kwam ik binnen en ik had geen balpen, dat was een kennismakingsdag. En ik kreeg een balpen van de leerkracht toen. Maar hij kwam me dan wat uitleg geven en hij pakte het mee, terug naar voor. En ik zat dan te volgen, maar ik schreef niks op, want ik had geen balpen. En dan deed hij van, allee Luna, waarom schrijf je nu niks op? Je bent niet gemotiveerd. En dan moest ik duidelijk maken wat er gebeurd was. En dat was, En dus dat was helemaal niet evident en ik ben van nature iemand die niet graag taalfouten maakt. Dus ik was ook heel rustig en ik antwoordde heel kort, want ik moest zeker zijn van mijn zinnen. Dus dat had wel bepaalde uitdagingen, omdat ik kwam uit een redelijk homogene omgeving. Irak is redelijk homogeen in de zin dat we hadden wel een aantal buitenlandse arbeiders, maar die kwam ik niet tegen. Hier was het heel heterogeen. Hier kon ik of moest ik het openbaar vervoer nemen.
op een latere leeftijd, die vrijheden zijn inderdaad iets waarmee je ook moet leren omgaan, want je komt uit een omgeving waar dat er niet echt is. Dus die OCAM-periode was best wel uitdagend, het eerste jaar ook in het secundair, want om de taal te leren, maar ook leren omgaan met die diversiteit. Brussel is ook heel divers. En ik leerde het Nederlands, maar op de speelplaats was het heel vaak Frans, wat dat later gezien prima is, want ik ben nu tweetalig. Maar op dat moment ging ik ook naar de winkel en ik stelde mijn vraag in het Nederlands, maar ik kom heel moeilijk geholpen worden. Dus. Ja. Ja. Brussel, ja, inderdaad. Ja. Gaan we het zelfs nog over hebben. Je mama zelf, die heeft wel een inbrengingstraject gevolgd. Zij is begonnen met taallessen. Dus dat was, ik denk dat het toen niet echt een inburgeringscursus zoals het nu bestaat is. Maar ze had dat wel. Ze had wel een eerste stuk soort van inburgeringscursus. Hoe dat je de mutualiteit, hoe dat je je moest aansluiten. Zo van die zaken. De basics, zal ik zeggen. Nadien heeft ze Nederlandse lessen gevolgd en wou ze eigenlijk beginnen werken, maar was ze te oud. Dat advies kreeg ze eigenlijk van, ja, ze was 60. Uiteraard niet interessant voor de arbeidsmarkt, toch niet om daar heel lang meer in te zitten. Ja. Uiteindelijk heeft ze ook wat Franse taallessen gevolgd, zich bezig gehouden met wat vrijwilligerswerk. Maar op zich was dat wel goed verlopen, omdat zij ook nood had aan, ik wil mijn plan trekken. En daar had ze ook contact met, ja, laat ons zeggen, een Belg. Dat was haar lesgever. En die input was heel interessant voor haar, omdat ze die honger ook had. Maar toen bestond er geen buddy-project. En ik denk dat dat zeker een succes zou zijn geweest in haar geval. Omdat ze die honger had, maar ook later voor mij, want ik groeide wel op in de maatschappij, of ik was meer geïntegreerd, onder andere omwille van de leeftijd, het leeftijdsverschil dat we hebben. Zij zou veel meer begrip kunnen hebben getoond over de zaken die ik meemaakte en de dingen die ik wel of niet wou doen. Zij voelde zich soms wat geïsoleerd. Ja, of ik voelde mij onbegrepen. Dat is ook heel typisch, hè. Ik ben niet alleen. Dat is een heel typisch verhaal van ik wil dat doen, maar thuis wordt er nee gezegd. En ik heb een heel liefdevolle opvoeding gehad. Maar dat zijn die subtiliteiten die dan soms clashen. Ja. Oké, prachtig verhaal. Hartelijk dank voor uw getuigenis. Ze was wel nerveus, maar ik vind dat ze dat fantastisch gedaan heeft. Ik zou het niet kunnen. Goed. Iemand die weinig last van zenuwen heeft, dat is Nadia Sminate. Nadia. ja. Nadia, je bent al jaren bezig met alles wat te maken heeft met inbrenging en integratie. Geert kwam er juist ook op terug. Het ging over de integratiesector. Dat sociaal-economisch veld, de minderhedensector, dat minderhedenforum. Hoe kijken we daar eigenlijk naartoe? Wat moeten we daarmee in de toekomst aanvangen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wat is jouw visie op vlak van die integratiesector en inclusie? Ja, klopt inderdaad dat die integratieindustrie, zoals je het mooi omschrijft, dat echt wel een probleem is. Als we tegenwoordig in het parlement debatteren over integratie, dan lijkt het wel alsof integratie een exclusieve verantwoordelijkheid is van de overheid. En dat de individuele verantwoordelijkheid daaraan ondergeschikt is. En het aantal organisaties, VZW's, die daarop inspelen, ja, die zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten. En het lijkt de laatste jaren ook alsof het politiek correct is om heel veel subsidies aan die organisaties te geven. En ja, dat is toch iets waar ik het heel erg moeilijk mee heb. Niet alleen als politica, maar ook vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring. Ik ben zelf opgegroeid in een gezin dat daar helemaal anders tegenaan kijkt.
mijn familie, de Marokkaanse tak van mijn familie, is hier 40 jaar geleden toegekomen. Dus eigenlijk op een moment dat verplichte inburgering helemaal niet bestond. Er waren ook geen VZW's die de hand van mijn vader vasthielden om zijn weg te vinden in Vlaanderen. Maar ondanks het gebrek aan dat beleid op dat moment, hebben mijn ouders wel een aantal heel bewuste keuzes gemaakt. Zij hebben beslist om niet in Brussel te blijven wonen, omdat op dat moment segregatie eigenlijk in Brussel al een probleem was, 40 jaar geleden. Ze zijn naar het landelijke Londerzeel verhuisd. Ze hebben hun kinderen Vlaams klinkende voornamen gegeven. Ze hebben altijd Nederlands met mij gesproken, ook al was dat maar de vierde taal die mijn vader had aangeleerd. Ze hebben zelfs beslist om mij te laten dopen en mijn communie te laten doen. En dat allemaal met als doel dat mijn zus en ik ons niet anders zouden voelen dan onze Vlaamse vriendinnetjes. En dat is ook gelukt. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik anders zou zijn dan de anderen. Tot het moment natuurlijk dat ik die eerste allochtone burgemeester ging worden en de camera's voor mijn deur stonden om te vragen of ik dan het rolmodel wou zijn voor de allochtone jongeren, waar ik uiteraard geen enkel probleem mee had op dat moment. Maar dus, ja, 40 jaar geleden bestonden er helemaal geen coaches of toeleidingsambtenaren. Wat ik voor alle duidelijkheid wel een heel goede zaak vind. Maar door al die VZW's die zich daarop toespitsen, heb ik toch het gevoel dat wij de nieuwkomers te veel gaan omarmen, te veel gaan beschermen, waardoor wij zelf als samenleving hen het gevoel geven dat die individuele verantwoordelijkheid niet zo belangrijk is. Dus ja, ik denk dat die integratieindustrie dat overdaad is, dat we die, ik durf zelfs zeggen, dat we die moeten afschaffen en dat we die budgetten veel meer nog moeten toeleiden naar toeleiden op de arbeidsmarkt, naar het leren van Nederlands, want dat zijn toch echt wel de sleutels tot integratie. Ja, zeer knap. Heel mooi. Wij hebben gehoord van verschillende getuigenissen ook in de filmpjes dat men zei dat het taalniveau echt niet voldoende is. Los van de inhoud van de cursus, waarbij dat er toch minstens één iemand zei dat dat te veel pamperend is en dat er eigenlijk, ja, dat men te weinig inzet op werk. Maar het taalniveau is wel een issue geweest ook bij de regeringsonderhandelingen, ook in het Vlaams parlement. De cursus is ook betalend nu. Wat is daar het effect of hoe zit het juist? Wat is nu juist het taalniveau? Ik heb in een vorig leven zelf nog die taallessen gegeven, dus ik weet dat heel goed, dat die eerste twee niveaus, ja, dat is inderdaad voldoende om naar de supermarkt te gaan, maar om u echt deel te voelen van de samenleving en te kunnen communiceren, is dat inderdaad onvoldoende. Dus ik vind het heel terecht dat wij als N-VA tijdens die onderhandelingen daar sterk de nadruk op gelegd hebben. Wij hebben inderdaad ook gestreden om die cursussen betalend te maken. En dat was uiteraard niet om de cursisten in schulden te storten, maar juist om de mensen duidelijk te maken wat de waarde is van die cursussen. Ik denk, de totale kostprijs van zo'n heel traject is meer dan €4.000. Wij vragen €90 per deel van het traject. Dus ik denk dat dat een heel billig bedrag is. Dus ik ben heel blij dat we dat hebben doorgedrukt. Ja. En dan die inbreng in het land van herkomst, hè, zoals Geert zei, dat is inderdaad tot nu toe niet gelukt. Bart Somers was daarmee in het nieuws. Ineens heeft de VLD dat ontdekt als iets dat ze gaan doen, terwijl dat wij daar al jaren mee aan werken. Ik denk ook in het Vlaams parlement dat Maaike de Vreeze en jij daar ook al rond gewerkt hebben, nog altijd mee bezig zijn. Wat gaat er nu juist gebeuren, concreet? Zijn dat pilootprojecten of hoe gaat dat in zijn werk gaan?
Inderdaad, het wetsvoorstel federaal ligt nog altijd klaar om gestemd te worden. Het is weggestemd. Dat is, inderdaad, ja, maar het ligt daar nog altijd. We zijn ervan overtuigd dat dat nog altijd moet gestemd worden. Geert heeft zojuist ook aangetoond dat hij toen al geprobeerd heeft om een aantal vrijwillige trajecten op te zetten, maar dat werd toen ook al gedwarsboomd. Dat is heel erg jammer, want ik kan absoluut niet begrijpen wat je daarop tegen kan hebben. Het is toch in het voordeel van de personen zelf dat als ze hier toekomen, dat ze weten hoe ons schoolsysteem in elkaar zit, hoe je aan werk geraakt, dat je al een mondje Nederlands spreekt. Dus ja, ik roep vooral onze federale collega's die hier massaal aanwezig zijn, om te proberen dat voorstel terug op tafel te leggen. Oké, dat zullen we doen. Dank u, Nadia. Dan over naar Gilles. Gilles, jij bent de enige Nederlandstalige gemeenteraadslid in Anderlecht. Je woont in Kuurichem. Je woont daar al vele jaren. Een heel moeilijke quartier, heel moeilijke wijk in Brussel, in heel België, in heel Europa, denk ik. Een van de moeilijkste. Je bent ook Brussels parlementslid. Je houdt je bezig met die inburgering in Brussel. Dat was een verschrikkelijke leidersweg. Maar ik heb begrepen dat er nu toch mogelijk een verplichting komt dat dat gestemd zou zijn. Hoe zit dat juist in elkaar, Gilles? Ja, dank u, Theo. Het is al gestemd geweest. In 2017 zelfs is die verplichte inburgering gekomen. Maar die is nog maar 6 maanden geleden effectief ingevoerd geraakt. Dat heeft nogal veel ermee te maken dat de minister die dat deze legislatuur heeft moeten in werking stellen en uitvoeren, dat dat Alain Maron is, iemand van Ecolo. Dat is mijn favoriete minister, die ziet mij ook heel graag komen in zijn commissies. Dat botst al eens. Maar die man was oppositieleider in het vorige legislatuur toen dat gestemd is. En Ecolo en Groen is daarin gevolgd. Die hebben daar tegen gestemd, tegen die verplichte inburgering op dat moment. Dus je zit eigenlijk iemand die het verzet daartegen geleid heeft, die het nu moet uitvoeren. Zulke absurditeiten, dat kan alleen maar in Brussel natuurlijk. Het is inderdaad een leidensweg geweest. En ik ben heel blij dat we er zijn, dat die eindelijk ingevoerd is. Die is nu 6 maanden in werking. De eerste sancties gaan moeten uitgedeeld beginnen worden aan nieuwkomers die inburgeringscursus niet volgen. Ik ga jullie de ellenlange technische uitleg en de vele vragen die ik daarover stel in Brussels parlement besparen. Maar het is een leidensweg geweest. Men heeft eigenlijk... Mogen nieuwkomers dan kiezen? Want in Brussel heb je dan die twee talen. Hoe werkt dat dan juist? Dat is heel belangrijk en ik kom er ook op. Men kan kiezen tussen de Vlaamse inburgeringscursussen die georganiseerd worden door het agentschap Onthaal en Inburgering. Dat is fantastisch. Of de Franstalige inburgeringscursussen die op dit moment georganiseerd worden door de Franse gemeenschapscommissie. Dat is een beetje een confederaal model, maar ik vind dat een extreem positieve zaak dat dat in Brussel op die manier georganiseerd is. We mogen daar deels Pascal Smet voor bedanken trouwens dat dat zo gelopen is. Eer wie ere toekomt. Maar het is een leidensweg geweest omdat de Franstaligen in Brussel en eigenlijk in heel het land jarenlang hebben volgehouden dat inburgering, en zeker verplichte inburgering, dat dat racistisch is. Dat niet mag vragen van de mensen. En eigenlijk heeft men jarenlang, en het is beschreven geweest, ook door de anderen in Vlaanderen was dat vroeger ook zo, alle middelen gestoken in sociale cohesie, subsidies uitstrooien over VZW's, die allemaal een klein beetje de attitude hadden. U bent nieuwkomer, u komt hier met een andere cultuur. Hoe mooi, hoe fantastisch, hoe divers. Verander vooral niet. Hou vooral vast aan uw cultuur of uw waarden van herkomst. We gaan u wel uitleggen effectief waar u recht op hebt. Maar over plichten of verwachtingen werd niet gesproken. En men bleef beweren dat dat goed werkte. Maar dank God dat de Vlaamse gemeenschap ten volle haar bevoegdheden kan uitoefenen in Brussel. De Vlaamse inburgeringstrajecten die bestonden al in Brussel. Die bestaan al jaren in Brussel, maar op vrijwillige basis. En die trajecten die zaten ieder jaar vol. En de cijfers liegen niet. De mensen die die trajecten volgden, kwamen er beter geëmancipeerd uit, raakten sneller actief op de arbeidsmarkt. Jij hebt nu ook aan onderwijs gevolgd, Sint-Guido, fantastisch. Ik heb die recent nog bezocht. Dat is fantastisch, het werk dat die leerkrachten daar doen. Heeft uw moeder ook die cursussen gevolgd in Brussel? Ja. Dat is dat dus. Hè. Dat is de Vlaamse gemeenschap die in Brussel werkt en die mensen emancipeert. En op een bepaald moment konden de Franstaligen dat niet meer negeren.
dat dat niet racistisch is, dat dat emanciperend werkt. En zeker ook met de aanslagen in Parijs en in Brussel, dagen die in mijn geheugen en het geheugen van alle Brusselaars gegrift staan, is daar ook echt een keerpunt gekomen dat men zei, zo kunnen we niet verder. En ik wil iedereen hier in de zaal even ook een hart onder de riem steken op dat vlak. Laat u niet aanpraten door onze Franstalige broeders en zusters, of neven en nichten, zo u wilt, hoe we ze ook willen omschrijven, dat verwachtingen stellen aan nieuwkomers racistisch is. Het tegendeel is waar. We hebben een serieuze discussie, een serieus debat in Vlaanderen over integratie, over inburgering, over wat met nieuwkomers, etc. Dat wringt soms. Er vallen al eens harde woorden, dat is moeilijk. Maar er is tenminste debat. Een taboe instellen en doen alsof er niets aan de hand is en voor de rest nieuwkomers laten wegzakken in armoede, miserie en wijken als Kuregem waar niks nog ondernomen wordt en waar het armoe en problemen troef is, dat is racisme. Dat is mensen overlaten aan hun lot. Zeer juist. Zeer juist. En dan voeren we beter een beleid, maken we soms vergissingen, gaan we wat te ver, gaan we niet ver genoeg, dan dat we niets doen. Want dan krijg je een situatie zoals in Brussel, waar dat, niemand nog weet op den duur hoe dat het vooruit moet. Maar we hebben nu die inburgering en dat komt door het Vlaamse beleid dat ook in Brussel gewerkt heeft en de Franstaligen moesten wel volgen. Ja. Zeer juist, Gilles. Wat ik me soms afvraag, en ik was juist als ik hier beneden een koffie stond te drinken, dus morgenochtend werd ik gevat door iemand van Meissen. Twee gemeenteraadsleden van ons, we hebben daar ook de burgemeester Meissen, die is een gemeente vlak aan Brussel, een gemeente die enorm kampt met verfransingsproblematiek, zoals wel meerdere gemeenten in Vlaams-Brabant. En die zei mij, ja, hoe gaan we dit eigenlijk ooit opgelost krijgen? Want ik ben radeloos. Nu, in Brussel is het nog erger eigenlijk dan in de rand rond Brussel. Ben jij nooit radeloos? Ik vraag me dat soms af. Dat moet toch niet evident zijn als N-VA'er? Daar, als enige, ik heb je daar gezien met dat mobiliteitsplan in de gemeenteraad in Kuregem, in Anderlecht, tekeer gaan tegen dat Schippencollege. Dat was indrukwekkend. Hoe hou jullie dat vol? Hoe hou jij dat vol? Wat geeft je zoveel moed om verder te gaan? Want ik heb zoveel respect voor dat werk van die Brusselaars en onze mensen in de rand, elke dag opnieuw, over die taal, dat Nederlands, op die sociale problematieken te duwen. Hoe hou je dat vol, Gilles? Dank je wel, Theo. En je zegt het zelf, ook Brusselaars. Dus in de gemeenteraad in Anderlecht zit ik misschien wel alleen. Het enige centrumrechtse Vlaamse oppositielid. Het enige Vlaamse oppositielid te koer. Dus ik ben eigenlijk ook de enige die daar Nederlands spreekt. Omdat de socialisten en de groenen voor het overgrote deel zwijgen. Maar... Ja, kijk, ze hebben ook niet veel zinnigs te vertellen, dus zo erg vind ik dat niet. Ik sta daar ook niet helemaal alleen. En ik zie hier ook mijn Brusselse collega's zitten. Ik zie hier ook heel veel N-VA'ers zitten. Ik heb aan jullie, aan de partij, aan u Theo, aan onze voorzitter, ik weet dat wij niet alleen staan. En Sieltje, Karel, Annabel, die ook op inburgering in het Vlaams parlement dan enorm hard inzet. Matthias, die ook, Matthias van den Borre, die ook een heel aantal thema's doet over migratie, de problemen van illegale migratie in Brussel. Dus we zijn met weinigen, maar we zijn wel een hechte club. En Zo lukt dat. En er is nog een ander element. Ja, soms is het moeilijk, soms word ik wat radeloos. Maar de laatste tijd heb ik enorm veel energie en goede moed gevonden. En net omwille van Kuregem. Ik woon daar niet meer sinds een paar weken, maar ik heb daar dus 5 jaar gewoond. Van de moeilijkste wijk. Je zou denken, en dat is ook absoluut een vergissing, een totale vergissing ter rechterzijde, die onze partij niet gemaakt heeft, voor alle duidelijkheid. En dat heeft mij in de N-VA ook aangetrokken. Men heeft de rechterzijde erg lang de fout gemaakt om eigenlijk iedereen met migratieachtergrond over te laten aan links. Dan hier naar om te kijken. Heel druk bezig te zijn met migratieregels. Wie komt er binnen? Maar eenmaal die mensen hier zijn, eerste, tweede, derde generatie, dan te zeggen, oh ja, die gaan toch, politiek bedoel je dan, die gaan toch stemmen voor links, dus we moeten daar niet te veel naar kijken. Ik merk nu in Kuregem en Anderlecht, net omwille van het feit dat men zo lang geen beleid gevoerd heeft, de zaken op hun beloop hebben gelaten, dat het tij serieus aan het keren is, dat ik daar applaus krijg van mensen van alle denkbare origines, omdat ik daar keihard een PS-bestuur aanpak. Waarom? Wat willen die mensen in de wijk Kuregem? Normale dingen. Die zijn zoals u, ik, iedere normale burger. Die willen veiligheid,
orde, functionerende openbare diensten, correcte scholen die mensen vooruit helpen, dat is er allemaal niet in Kuregem en zij zijn het beu. Ze zijn het beu dat daar verschillende groepen gesegregeerd leven, dat de regels daar niet, dat er schijnbaar geen samenleveringsregels worden toegepast, dat de politie niet optreedt. Zij zeggen, alsjeblieft, kom, herstel de orde, zorg ervoor dat we hier correct kunnen samenleven volgens gedeelde waarden en regels en zodat we vooruit kunnen. Ja. En dat is wat ik al jaren zeg. En nu staan die mensen iedere maand, het is door een mobiliteitsplan van Groen, soms moeten we ze op onze blote knietjes bedanken dat ze domme beslissingen nemen, want dat is een beetje de druppel geweest die de emmer deed overlopen. Maar nu staan die mensen iedere maand met 2, 3, 4 burgerinterpellaties het college aan te pakken. En dat gaat al lang niet meer over dat mobiliteitsplan, dat gaat over orde, veiligheid, toepassen van de regels, geen illegale handel meer. Dat gaat over, wij willen correct kunnen samenleven met onze medeburgers hier in de wijk. Wij willen dat die drugshandel weggaat. En dus het cliché van de Franstalige linkerzijde dat die mensen geen gedrag zouden vertragen, dat is gelogen en die leugen komt nu uit. Ja, zeer juist. Zoals je weet heb ik wel wat familiale roots in Kuregem, ook familie wonen in Kuregem nog steeds. En ik hoop dat ze op u stemmen, zodat je burgemeester kunt worden en kunt doen wat Ahmed doet in Rotterdam en wat Bart al jaren doet in Antwerpen. Law and order, maar met een sociaal gelaat. Dat zou fantastisch zijn. Goed, ik wil nog een laatste punt aanraken, een gevoelig punt. Neutraliteit. Neutraliteit, daar moet je het toch ook over hebben, want die neutraliteit van de overheid staat onder druk. Er was vorige week een heel hevig debat, heb ik gezien, in het Vlaams parlement over de hoofddoek in het onderwijs. Dat zou de oplossing zijn om het leerkrachtentekort aan te pakken. Ik weet niet of Ben hier is, maar Nadia, je bent er alvast over tussen gekomen. Ja, wat is juist je punt daar of je positie? Ja, het waren inderdaad geanimeerde debatten en waar ik me geweldig aan gestoord heb, dat is dat het debat eigenlijk verengd werd tot wat is de reden waarom een vrouw de hoofddoek draagt. Dat doet eigenlijk helemaal niet ter zake. Ik heb daar wel mijn mening over, maar dat doet niet ter zake. De argumenten gingen alle kanten op. Hè. We zouden die aspirant-leerkrachten hun kans tot ontplooiing ontnemen, de vrijheid ontnemen. En inderdaad, ze gingen zelfs het lerarentekort oplossen door die hoofddoek toe te laten. Het grote argument was wel dat een leerkracht met een hoofddoek dat die toch neutraal kon lesgeven. Maar als die dames in kwestie dan de vraag kregen van ja, maar als u dan leerstof moet onderwijzen dat misschien niet helemaal strookt met uw overtuigingen, gaat u die dan wel onderwijzen? En daar kwam geen antwoord op. Dus ik heb daar eerlijk gezegd wel een beetje mijn vragen bij. Nu, voor alle duidelijkheid, de vrije scholen die zijn vrij om te kiezen wat ze met die problematiek doen. Zij kunnen zeggen van kijk, in onze school zijn er leerlingen met heel diverse overtuigingen, dus wij vinden het niet gepast om een leerkracht met een levensbeschouwelijk teken voor de klas te zetten. Of omgekeerd, zij zijn daar vrij in. In het gemeenschapsonderwijs is dat niet het geval. Dat staat zelfs beschreven in de grondwet. Het gemeenschapsonderwijs moet neutraal onderwijs bieden. Dat is het resultaat geweest van een jarenlange strijd in het onderwijs. En ik zou het voor alle duidelijkheid niet verstandig vinden om daar opnieuw aan te raken. Het is een heel gevoelig debat. Hè? En als u mij zou vragen of levensbeschouwelijke tekenen, ideologische tekenen, of dat een plaats heeft binnen het onderwijs, dan ga ik u heel eerlijk antwoorden dat ik vind dat dat geen plaats heeft in een schoolse context. Want we moeten... Ik vind dat we ons heel goed bewust moeten zijn van het feit dat je een bepaalde boodschap kan overbrengen zonder woorden te gebruiken, maar door het gebruik van bepaalde tekenen, bepaalde klederdracht. En ik vind dat we onze jongeren daar in de algemene vakken binnen het onderwijs, dat we hen daarmee niet moeten beïnvloeden.
Ik weet niet of dat een partijstandpunt is. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. En ik had misschien gehoopt dat de fotoshoot van onze voorzitter wat langer had geduurd. Maar ik heb het toch maar gezegd. Dus ik zal... Ja, maar kijk, Nadia. Nadia, daarvoor hebben we een congres in mei. En we gaan het daarover hebben. Je mocht gerust zijn. Maak je geen zorgen. We gaan daar nog heel veel debatten over hebben. Nadia, jij bent samen met Maaike de Vreeze ook een boek aan het schrijven over inburgering, 20 jaar inburgering. Wanneer kunnen we dat verwachten? We zijn daar nu aan bezig en ik hoop dat in het voorjaar van volgend jaar af te krijgen. En wij schrijven dat boek omdat wij denken dat het nodig is. We spreken hier al heel de voormiddag over 20 jaar verplichte inburgering in Vlaanderen. En toch... heeft het begrip integratie, inburgering, bij ons af en toe nog een negatieve connotatie. En dat ligt overduidelijk aan een kleine minderheid in onze samenleving. Er is een onderzoek recent geweest waarin beschreven staat dat ongeveer 10% van de nieuwkomers vindt dat de sharia nog boven onze wetten moet staan. Diezelfde mensen vinden ook dat hun kinderen niet mogen trouwen met de autochtone Vlaming. Dus dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat dat toch nog af en toe een negatieve perceptie heeft. Maar dat is niet het verhaal van de overgrote meerderheid. Het verhaal van integratie en inburgering... dat speelt zich af in onze voetbalclubs. Dat speelt zich af in onze verenigingen, waar jong en oud, blank of zwart, samenkomt tussen pot en pint om bijvoorbeeld te klagen over onze dorpspolitiek. Ja. Dat is het echte verhaal. Dat is het verhaal dat iedereen van ons hier dagelijks schrijft. Iedereen die zich Vlaming voelt, schrijft dat verhaal alle dagen. En Maaike en ik vinden dat dat verhaal ook eens mag gezegd worden. Prima. Dank jullie voor het gesprek, Luna, Gilles en Nadia. En we gaan nog naar een filmpje kijken en dan ga ik concluderen.